Wij bevinden ons op het presidentieel paleis, waar we zo meteen een gesprek gaan hebben met de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse. Zoals bekend heeft de regering op vrijdag 7 februari een persconferentie belegd, waarbij breedvoerig is ingegaan op de kwestie Centrale Bank van Suriname. De afgelopen uren heeft de president een aantal gesprekken gevoerd met relevante actoren en wij vroegen het staatshoofd om ons verder te informeren hierover. Laat me er dit van zeggen, is dat op een bepaald moment, om even de korte geschiedenis in te duiken, bleek dat de vorige governor zich verstoot had aan ernstig plichtsverzuim. Zo ernstig zelf dat wij genoodzaakt waren justitie erbij te halen. En het was natuurlijk chockerend. Er is regelmatig contact en zoals iedereen weet was ik meer als overenthousiast over de governor. Ik vind het jammer dat dit allemaal gebeurd is. Maar wet is wet. Op een bepaald moment heeft hij enige ernstige compliance regels overtreden. Waardoor we geen andere keus hadden dan de justitie erbij te halen. Anders zouden wij in de fout zitten. Maar tegelijkertijd waren de zaken van die mate ernstig dat we de bankiersvereniging erbij moesten betrekken om hun eerlijk te vertellen wat er aan de hand was. En ieder was gechoqueerd. Maar tegelijkertijd vroeg ik aan de bankiers om samen met de regering onze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat er een stuk rust terug zou komen in de gemeenschap en weer zouden moeten bouwen aan het vertrouwen binnen ons financieel systeem. Omdat indien dat op hol slaat, er maar één verliezer gaat zijn, namelijk Suriname. De heren van de bankiersvereniging die waren daar volledig mee eens. En ik moet zeggen dat vanaf dat moment er een intensief contact was tussen de bankiersvereniging en de regering via mijn persoon en voornamelijk ook via de regeringscommissaris. Wat we gemerkt hebben is dat er wel soms zaken in de pers kwamen die bezijdens de waarheid waren en die ons een beetje van slag haalden. Maar de verantwoordelijkheid bleef en op een bepaald moment moest voorzien worden in de vacature. Dus wie zou de nieuwe governor moeten zijn? Om het vertrouwen waarmee ik bezig was met de bankiersvereniging, heb ik tot 2 maal toe gevraagd: heren, komen jullie met een kandidaat? Of komen jullie met kandidaten en dan kan ik overwegen. Hoewel dit een prerogatief is van de regering, maar de bankiers zijn er zo nauw bij betrokken en gaf hun de gelegenheid. Men heeft dat niet kunnen invullen. We hebben echt samen gezocht naar een vervanging. Het is moeilijk om die namen te noemen, maar er zijn heel wat namen genoemd. En ik kan me best voorstellen dat gegeven de omstandigheden het niet makkelijk is om ja te zeggen tegen zo'n, het leek wel een hele eervolle, het is ook een hele eervolle situatie. Maar gezien de situatie waarin de bank terecht was gekomen, of is terecht gekomen, was het niet zo makkelijk om een kandidaat te vinden.
We hebben zowel Surinamers binnen en buiten Suriname gevraagd. De banken hebben ook gevraagd. We hebben zelfs mensen van de banken gevraagd om voor een tijdelijke waarneming. En niemand kwam eruit. En nogmaals, ik weet dat dit een prerogatief was of is van de regering. Vond ik het van nodig om toch wel de betrokkenheid van de bankiersvereniging in deze, om hun alle ruimte te geven. Nu dat niet kan worden ingevuld en we de centrale bank niet stuurloos kunnen laten, kwam ik op het idee om binnen de Raad van Commissarissen te kijken naar een mogelijke kandidaat. Ik ben toen in contact getreden met de heer Proeven. En ook hij in eerste instantie die bedankte voor de eer. Een tweede gesprek en zelfs een derde gesprek kwam eraan te pas. Omdat dit geen gemakkelijke job is. Op een bepaald moment hebben we een lang gesprek gehad waarbij de heer Proeven, als hij de materie kende, duidelijk aangaf van kijk, indien ik het accepteer, wil ik toch wel dat er x aantal regels in acht worden gehouden. Ik ben de governor, alles is tijdelijk voor 6 maanden. Governor is governor. We zullen ten aanzien van openheid van zaken, transparantie, dat er afspraken gemaakt moeten worden. Ten aanzien van wetgeving om te voorkomen dat zaken welke ze hebben afgespeeld, dat de zaken in place worden gesteld. Er zal een diepgaand gesprek gevoerd moeten worden ten aanzien van het fiscaal gedeelte. Een van de instellingen waar er vaak nog dubieuze zaken over zijn, daar wilde hij heel graag over praten met de wet in de hand en met de actoren zelf, namelijk de cambio's. Hij zegt, indien ik een bijdrage kan leveren om deze zaken in place te stellen, ben ik wel bereid om voor 6 maanden de functie te waarnemen. Dus nadat we, sinds de zaak speelt, gekeken hebben naar een kandidaat of een kandidaat, heb ik dus uiteindelijk binnen de Raad van Commissarissen de heer Proeven gevraagd. En na de hele lange, hele lange gesprekken. En vandaag moest ik natuurlijk de bankiersvereniging op de hoogte stellen van kijk, we komen er niet uit, jullie komen er niet uit. In feite, we komen er niet uit samen. Maar binnen de RVC van de Centrale Bank is er een kandidaat waar we voor de komende 6 maanden, waar we op de komende 6 maanden wel op zouden kunnen rekenen, mits een aantal zaken, voorwaarden die hij stelt. En u begrijpt wel, ik wilde een ieder betrekken. Ik heb zelf gebeld naar het buitenland, naar meneer Contino. Ook hem hadden we gevraagd om eventueel, trouwens dat heeft hij ook duidelijk, om eventueel de functie te waarnemen. Hij heeft er ruidelijk toegegeven dat hij als bankier niet equipped was of is in die situatie om daarin te voorzien. We hebben een heel goed gesprek gehad, waarbij een aantal zaken me duidelijk zijn geworden, omdat hij me gewoon zegt van, meneer Proeven is niet mijn kandidaat, maar het is uw prerogatief.
En indien we moeten draagvlak zoeken om te werken aan die broodnodige rust, om van daaruit het vertrouwen weer te laten uitstralen. Ik heb derhalve zowel met de Surinaamse bank, met de Fina bank, met de Hagering bank, met in feite met alle actoren, ook met de andere overige kleine banken, die overigens alle ondersteuning willen geven en begrijpen dat onder gegeven omstandigheden het een moedige daad is om ja te zeggen tegen zo'n complexe achtergrond en materie van waarin we nu leven. En dat zij op basis daarvan al met de kennis van persoon in kwestie dat toejuichen en de ondersteuning willen geven. We zijn in formele zin er nog niet uit. We moeten, want het is geen kwestie van boterse. En wat ik zeker wil stressen, is niet dat de persoon van Bouders of de regering per se meneer Proeven door de keel wilde drukken van, maar het is de omstandigheid waardoor we eigenlijk een zwaar beroep hebben moeten doen op de heer Proeven. We hebben maandag en dinsdag nog de tijd om met andere actoren te praten. Gelooft u me, het is een complexe materie, maar we moeten heel snel teruggaan naar een stukje rust. We moeten heel snel teruggaan naar eenduidigheid. We moeten heel snel teruggaan naar een aanvang maken met het vertrouwen in wat ons is overkomen. En ik ben ervan overtuigd, wanneer wij als Surinamers deze verantwoordelijkheid welke we op ons hebben genomen met z'n allen, in de ruimste zin des woords, en elkaar schragen en in het belang van Mama Sanang, moet ik zeggen, elkaar helpen, omdat uiteindelijk, wanneer het financieel systeem niet in place is of wordt geërodeerd, zal de grote verliezer zijn Suriname en niemand anders. En ik geloof niet dat welke Suriname daar ook daarbij gebaat is. Ik doe dus een beroep op een ieder om zoveel als mogelijk vragen te stellen, maar wel in de positieve zin des woords en die bijdrage te leveren, zodat we kunnen komen tot een definitieve oplossing. Ja. U zei daarnet, president, we zijn er in formele zin nog niet uit. Kunt u dat even verduidelijken? We zijn er in formele zin nog niet uit, omdat, zoals u weet, voor zo'n aanstelling heb je nog bijvoorbeeld antecedentenonderzoek, dat ligt nog bij de PG. Dus dat zijn zaken die nog formeel moeten worden afgehandeld voordat wij kunnen zeggen, alle paparazzen zijn in orde en we kunnen overgaan tot daadwerkelijke uitvoering.